mensen, we krijgen een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Veril en jullie hebben de titel wel gezien, denk ik. Ja, ik ga naar Sinterklaas en naar Zwarte Piet. Ik had gewoon, ik wou gewoon een vlog maken met dat. Dus 12 uur zou die komen. Ja, dat stond op dingen. Het is nu 11 uur 56. Nog 4 minuten en dan is het 12 uur. Dus als ik daar ben, dan is het iets van 20 over 12. En dus moet opschieten. Dus ik ga me aankleden en dan gaan we door. Hey mensen, ik heb momenteel me aangekleed. Dus ik heb een spijkbroek aan. En ik heb het hier staan. Alleen wat ik wil laten zien. Kijk, ik heb me rap online gezet. Check hem. Dat is een nieuwe rap. Waarschijnlijk komt er ook nog een videoclip bij. Dat weten we nog niet. En ik ben aan het twijfelen of ik mijn hoverboard meeneem. Kijk hier. Ik zie hem ook board. Ik ben echt aan het twijfelen of ik hem meeneem. Want hij is nog niet opgeladen. En dan zou ik helemaal naar de stad gaan rijden met dat ding. Dus beter zou ik het gewoon niet doen. Fietsen sneller. Ik ben toch al te laat voor Sinterpiet. Ja, ik ben niet echt zo kinderachtig. Dus, maar ik vind het gewoon grappig om daarheen te gaan. Dus ja. Dus we gaan nu door. Let's do this. Hey mensen, ik ben de momenteel bij Stefano aangekomen hier zo. Ja. En we gaan om 1:30, zei je? 1:30 komt hij aan. Sint. Ja, Sint of zo, dus ga wel. Dus kijk hoe laat het is. We gaan, het is nu 12:30, dus we gaan om 1 uur door en zo. En Dylan komt ook nog. Ja, Dylan. Kijk, hij is hier. Aan de iPad. Facecam. Dus we gaan wel even tosti maken. Ja, lekker tosti. Wil je dan, ja, is goed. Sorry, dan gaan we om 1 uur weg. Dus nog 1:30 gaan we weg. Met Dylan ook. En dan gaan we Sint. Dus blijf kijken naar de vlog. En veel kijkplezier. Nou mensen, we hebben tosti gegeten. We gaan nu door naar Sint en Piet. Let's do this. Hey mensen, ik ben bij de volgende. Bij dezelfde plek als vorige vlog. Kijk, ik ben hier zo beland. Is waar we. Daar, wacht. Daar zo. En nu zitten we hier. Lekker te chillen. Dus we gaan hier wachten. Tot hij er is. Of we gaan gewoon naar hem. Naar de cent en Piet. En dan gaan we gewoon allemaal op varen en zo. Dus. Dus we gaan hier. We gaan de cent kogelen met dingen. Nee, dat gaan we niet doen. Wel. Dat is zielig. Ja, dat moet me niet. Dat is zielig. Mooi, dan moeten ze maar niet met Witte Piet komen. Ja, of niet, hè? Dat is gewoon de traditie voor de kleine kinderen. Gewoon, er moeten gewoon Zwarte Pieten komen. Anders is geen traditie meer. Oh, zelfverpleger. Nee, anders is er geen traditie meer. Dus blijf gewoon Zwarte Piet zijn. Ik zweer het. Want anders ga ik jullie allemaal bekogelen met pepernoten. Alle wieten, alle witte. Maar die pepernoten is voor mij, hè? Backstreet Boys hier ook, je weet het wel. Ik heb al wat pepernoten. Dus we gaan niet wachten tot de center is. En dan gaan we kijken of de wieten. Ik heb al wat strontnoten. Strontnoten. Of, of het een witte piet is of een zwarte piet is. Dus we gaan niet wachten. Hey mensen, ik ben momenteel in de Jumbo en ik heb echt vreselijk dorst. Dus ik ga even een lijntje hangen en dan nog een kwartiertje. En we zijn al een stad trouwens. En we hebben pepernoten gekregen van zo'n man. Jongen. En kijk. En hij heeft een zak gekregen. Ik weet ook niet waarom, omdat hij is gewoon lekker pepernoten te gooien hier. Oké, we gaan even een juice halen en dan gaan we naar Sinterklaas. Hey mensen, ik ben bij de stad aangekomen. Kijk, daar zijn er een paar pieten. Als je, ja, nee, ik kan niet verder.
Dus er zijn kapot veel mensen en we hebben de kapot koud. En ik heb hier energy. Ik heb hier zo'n fucking veel pepernoten. Dus. What the fuck? Karma. Oké, dan ben ik een blikje even laten vallen, maar dat maakt niet uit. Oké, maar we wachten hier tot de pieten er zijn. Ja, zijn. Dus blijf kijken naar de vlog. En kijk, plezier. Wat ik altijd zeg. Dus, kijk, plezier. Nou mensen, daar zijn ze. Kijk, daar zijn ze. Laat je horen, zegt ze. Dus hier gaan we wachten tot de centrum is, hè? Ja, lekker. Nou, ben dan weg, man. Dus wacht het dan maar. Hey mensen, ik ben nu bij bij de Pieter aangekomen, zeg maar. En ze zijn nu hier zo aan het dansen voor Sinterklaas. Dus kijk. Ja mensen, ik ben even op de foto geweest met de Piet. Dus dat was leuk. Dus als de Piet alles weg is, dan ga ik naar huis. Dus ik denk dat ik nog even een foto ga scoren met zijn klas. En de Piet, dus let's do this. Ik ben nog steeds met Savano en Dylan. Ja, met die snitch. Okay, wat snitch. Hij heeft echt gewoon zitten snitchen. Dat is een snitchen. Snitchen is verraden. Dus nee, voor... ook weggaan. Nee, ik wou ook teruggaan alleen. Oké, maar by the way. Ik ben met iemand op een foto geweest. Dat hebben jullie net gezien. Maar die vrouw kende mij. Dus ik dacht, ze zei van, dankjewel Saverio, of doe je Saverio, zei ze. Dus ik vroeg, weet je wie ik ben? Zij zei, ja, zo'n Piet weet alles, ja. Ik weet toch niet wie zij is? Ik snap echt niet wie zij is. Dat is van die tante of zo. Dat weet ik niet, ik weet niet wie zij is. Dat is je zus. Nee, dat kan niet, want ze had rimpels, dus. Dus ik weet echt niet wie zij is. Fuck jou! En trouwens, ze kan helemaal geen rimpels hadden, want nou zat de beugel wel lekker eten. Ja, volgens mij komt het gewoon door die. Ja, ik weet echt niet wie zij is. Dus ik ga even nadenken wie zij is. En dan ga ik even nog een keer vragen wie zij is. En dan zeg ik wie zij is. Maar ik wist het echt niet. Ze zegt opeens van. Oké, dankjewel, Saverio. Ik denk, hoe de fuck kent ze mij? Zijn mijn naam weten, want ik weet het echt niet. Dus, en als ik het weet, dan zeg ik het wel tegen je. Dus ik ga nu even vragen. Hey mensen, ja, ik heb je net gevraagd, alleen ze wil nog steeds niet zeggen. Dus wat snitch? Snitch is verraden, jongen. Ja, die ben je ook. Dat ben ik helemaal niet. Hij gaat op mijn weg met iedereen. Ja, omdat jullie de hele tijd aan het spelen waren als kinderachtige. Weg, man, ik was niet aan het spelen. Oké, maar by the way, ze wil nog steeds niet zeggen wie ze is. Dus ik moet het maar raden. Ze had een beugel. En ze had een beetje gerimpelde huid. Ja, dat kon volgens mij door de swink. Ja, want ik geloof niet in Sinterklaas. Dat is zo. Dus we zitten nu hier.
beetje lekker beland, dan even aan het chillen. En dan gaan we naar huis. Want het is kapot koud. Mijn hand is helemaal verroest gewoon. Ik ben verroest, helemaal ijs geworden. Dus we gaan naar huis, want het wordt echt heel koud. Lijkt er een beetje. Dus tot thuis. Hey mensen, ik ben nu bij Savannah weer. Ik heb het echt koud en hun ook allemaal. Dylan. Wat? Die staat op 3. Oké. En Dylan, die voelt zijn handen niet meer, omdat het zo koud was. Dus ik ging wel gaan doen allemaal. Ja, hij moet dat doen omdat hij blok als 2 erin zit. En om blok als 1 erin doen. We gaan even een potje sniperen om de beurt tegen elkaar. Blok als 1. Blok als 1. Dat was ik niet. Oké, dus we gaan hier even een potje gamen en dan gaan we echt naar huis. Oh, werk! Hey mensen, ik ben er bij Bob aangekomen. En ik ga wat eten, want ik heb koppijn en ik heb honger en ik heb dorst. Dus ik ga even wat eten en dan ga ik echt naar huis. Dus ik ga even laten zien wat ik ga eten. Kijk mensen, dit ga ik eten. Dus het is makkelijk. Yo mensen, ik ben nu momenteel thuis aangekomen en ik heb barstende koppijn. Dus ik zweer het, ik heb barstende koppijn. Ik weet ook niet hoe dat komt. Die moeder van Savannah heeft mij nog een. Hoe heet dat ook alweer? Dat pilletje of zo gehad. Gegeven. Dus ik heb doorgeschrikt. Het werkt een uurtje en daarna niet meer. Dus ik heb nog steeds hoofdpijn. Dus, maar ik vond het een leuke dag. Het is genoeg geweest. Ik ga deze vlog ook afsluiten. Morgen ga ik misschien ook de ochtendroutine doen. Dus vandaag is zaterdag. Morgen is zondag. Dus ik wil deze vlog ook afsluiten. Doe een blauwe duimpje omhoog voor deze vlog. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie tot bij de volgende vlog. Laters.